Eerst gaan we je uitleggen wat voor partijen we allemaal hebben in Nederland. We zijn het gewend om in de politiek partijen op een rijtje te zetten, van links naar rechts. Traditioneel hebben die begrippen een economische betekenis. Linkse politici zijn voor veel overheid en rechtse politici willen alles zoveel mogelijk overlaten aan de markt. Inmiddels hebben links en rechts veel meer betekenissen gekregen. Op deze lijn lijkt het bijvoorbeeld alsof D66 en de SGP dicht bij elkaar staan, terwijl er een enorm verschil tussen de twee zit. D66 is bijvoorbeeld heel progressief als het om abortus gaat, terwijl de SGP op dat vlak ultraconservatief is. Om dat soort verwarring te voorkomen, wordt er inmiddels vaak met een tweede as gewerkt, de sociaal-culturele as. Die laat zien hoe progressief of conservatief een partij op dat vlak is. Dat is voor sommige mensen verwarrend, omdat die links altijd beschreven als progressief en rechts als conservatief. Je moet dus goed onthouden dat dat niet waar is. Links en rechts gaat om de economie. Weet je nou nog niet op welke partij je gaat stemmen? Dat is geen probleem. Kijk vooral op onze website www.vote2017.nl. Want daar staan van bijna alle partijen kort samengevat de verkiezingsprogramma's. Ja, en dat was nogal veel werk. Want we hebben best wel veel partijen in Nederland. Best wel veel. Veel te veel, vind ik eigenlijk wel. Ja, vind je te veel? Ja, 81 of zo. Ja, dat is waar. Maar er zijn ook best wel veel partijen bijgekomen dit jaar. Ja. Nieuw. Vind ik nergens voor nodig. Maar onze politiek verslagvlogger, daar is die. Taco. Taco. Hi Taco. Die is voor jou de straat op gegaan. Die heeft het aan mensen gevraagd. Wat ze nou vinden van al die politieke partijen. Dus dat ga je nu kijken. Alle plantjes zwemmen in het water. Valder al de rieden, valder al de raden. Hey hallo en welkom bij de allereerste politieke verslagvlog. Ik ben Taco, een van de politieke verslagvloggers voor Vote. Het zijn echt super chille woorden dit trouwens. En elke week nemen wij een thema of één vraag. En dan gaan wij vervolgens even checken wat jullie ervan vinden. En we leggen er iets meer over uit. Nou ja, zoals je net kon zien, ik heb niet heel veel plantjes in mijn kamer. Ik heb er 4 en daarachter staan nog 2... Albert Heijn moestuintjes die het echt fantastisch doen, want ik ben heel goed met planten. Maar in tegenstelling tot hoeveel plantjes ik heb, dat is hoeveel politieke partijen er deze keer meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb het op mijn computer opgezocht en op dit moment 81. Best wel wat, vind ik zelf. Ze hebben natuurlijk niet allemaal evenveel kans om in de Tweede Kamer te komen daadwerkelijk. Maar op dit moment zijn er wel 12 partijen die volgens de laatste peilingwijzer kans maken op zetels in de Eerste Kamer. Vandaar de vraag van deze week. Zijn er niet iets te veel politieke partijen? Ik denk dat er nu wel een beetje veel zijn. Ja. Het heeft natuurlijk niet zoveel nut als er 81 partijen meedoen. En ja, ik denk dat het wel iets afleidt van de kern van de politiek. De keuze wordt wel heel moeilijk gemaakt doordat de keuze eigenlijk zo breed is. En meerdere partijen eigenlijk wel dezelfde invalshoeken hebben, maar niet allemaal hetzelfde einddoel hebben. Vind jij het ook moeilijker om te stemmen als er zoveel partijen zijn? Ja, misschien wel. Ja? Ja. Als er zoveel partijen zijn, dan wil iedereen wat anders. En dan wordt denk ik tot een besluit komen voor iets, wordt wel veel moeilijker, ja. 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 Weet je al waar je op gaat stemmen? Nee, weet ik nog niet. Nee? Je gaat wel? Ja. Weet je wanneer het is? Binnenkort. 15 maart. Ja. Wel goed dat ze gaat stemmen. Zeker. Moet jij ook vooral doen. Ja. Goed, we hebben de afgelopen week weer heel wat vragen van jullie binnengekregen. En een vraag die we vaak horen is, je hoort vaak dat een politieke partij links is of rechts. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen links en rechts? Dat is er niet. Dus dat mag je gelijk weer vergeten om het makkelijk te maken. Links en rechts is eigenlijk een soort bedacht om het politieke landschap makkelijk uit te leggen. Dus weet je, met links en rechts heb je een lijntje en dan kan je partijen gewoon een punt op dat lijntje geven. En dat is een makkelijke manier voor mensen om een beeld te krijgen bij waar staan partijen ten opzichte van elkaar. Maar het klopt dus niet. Het probleem met links en rechts is dat links en rechts verschillende betekenissen krijgen. Dus links kan je bijvoorbeeld wegzetten als progressief, veel overheidsingrijpen of gewoon een stel naïeve geitenwolle sokken. En rechts kun je zien als conservatief, weinig overheidsingrijpen of parelketting-elitisme. Parelketting-elitisme? Parelketting-elitisme. De tandjes. Ja, oké. Onderscheid maken tussen links en rechts is dus niet genoeg. Je kunt politieke partijen beter beoordelen op basis van hun standpunten. Oftewel, hoe kijken zij naar bepaalde onderwerpen? Een andere manier om politieke partijen op te delen is door middel van het hoefijzer.
Daarin zie je dat extreem links en extreem rechts eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Neem bijvoorbeeld de PVV, die wordt vaak gezien als extreem rechts. Ja. En de SP, die vaak wordt gezien als extreem links. En dat zie je dus ook heel goed op de punten van dat hoefijzer. De PVV staat helemaal aan de ene kant van dat hoefijzer en de SP helemaal aan de andere kant. En een hoefijzer loopt natuurlijk een beetje naar elkaar toe, die punten. Dus hoe extremer eigenlijk, hoe meer ze met elkaar gemeen hebben. Dus die staan best wel dicht bij elkaar. Heb jij nou ook een vraag voor ons? Stuur die dan naar votenu@gmail.com. Of laat een bericht achter op onze Facebookpagina Vote 2017. Nu volgt een programma in de zendtijd van de politieke partijen. Premier Rutte zette vandaag een verkiezingsadvertentie in de krant. En ik heb een boodschap voor deze premier. Stop met het bedriegen van Nederland. Stop met het bedriegen van uw eigen volk. Er is helemaal niemand meer die u gelooft. Want dit is het land van al die miljoenen Nederlanders die u in de steek heeft gelaten. De miljoenen mensen die u heeft bedrogen en hun eigen land heeft afgepakt. Maar samen met hen gaan we Nederland terugveroveren. Op de elite, op de islam en op u, meneer Rutte. Het wordt tijd dat u vertrekt. En 15 maart wordt Nederland weer van ons. Het is weer tijd voor de quiz! Okay. Daphne, ben je er klaar voor? Helemaal. Oké. Okay. Beetje. Vraag 1. Welke politieke partijen zitten er nu in de regering? Is dat A, VVD, ChristenUnie en CDA? Is dat B, de PVV en VVD? Of is dat C, VVD en PvdA? C. Yeah! Bam! Vraag 2. Hoeveel vrouwelijke lijsttrekkers zijn er de komende verkiezingen? A. 5. B. 1. Of C. 3. Ik weet er 2. Welke? Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Ja. En Sylvana Simons voor artikel 1. Ja. Dus dan is het A of C? Het is C, welke je nog niet had als Ancilla van de Lees van de Piratenpartij. Ancilla. Oké. Okay. Ja. Vraag 3. Hoeveel nieuwe partijen zijn er dit jaar bijgekomen? Is dat A, 6, B, 2 of C, 10? 83. Nou, minstens. Voor zover ik heb kunnen ontdekken zijn het er 6. Voor Nederland, Forum voor Democratie, Denk, artikel 1, Geen Pijl en Partij voor de Niet-Stemmers. Maar goed, het kunnen dus ook meer zijn. Want ik houd ook eigenlijk allemaal niet zo goed meer bij. Er zijn echt veel meer. Tijd voor de bonusvraag. Ophouden met partijen bedenken. Het is tijd voor de bonusvraag. Welke 3 politici kan jij maken van deze vakjes hier? Wie houdt er zoveel van tomaten dat zijn hele gezicht eronder zit? En wie heeft ooit zo'n burgemeestersketting, hoe heet zo'n ding? Ja, ambtsketen. Een ambtsketen, burgemeestersketting. Zo'n ding omgehaald. Is er wel eentje. Stuur je antwoord op naar votenu@gmail.com en misschien wil je wel dit. Kaartje. Hoe dichter bij de verkiezingen komen, hoe meer politici gaan blaten. We hebben nu nog 7 weken, denk ik. 7, 8. Zoiets. Maar goed, dat geblaat wordt dus steeds erger en wij gaan het elke week voor je verzamelen in het Politiek Geblaat. Te veel politici doen ons geloven dat we verdeeld zijn. America is not as divided as some have suggested. Daarom moeten we de politiek veranderen. En dat gaan wij samen doen. We have to change our politics and come together. Ik geloof dat we Nederland kunnen veranderen. We will change this country. Als zij vrees aanwakkeren, dan vertrouwen wij op hoop. We are choosing hope over fear.
Leuk dat je weer keek deze week. We zijn heel blij met je. Volgende week moet je weer kijken op dinsdag. Als je nou echt helemaal niks wil missen, abonneer je dan even op dit kanaal. Ik weet niet waar dat moet, maar hier ergens, volgens mij beneden ergens. En like onze Facebookpagina ook eventjes, Vote 2017. En wil je nou nog meer weten over de politiek, de politieke partijen of de verkiezingen die eraan zitten te komen? Ga dan naar onze website www.vote2017.nl. Doei! Doei!